Hallo beste kringloopbezoeker en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Ja. Lekker kopje koffie. Voor deze aflevering iets gaan we eigenlijk weer terug op een filmpje van een aantal maanden hiervoor. En dat filmpje heette Nieuw speelgoed voor de DJ. En wellicht zullen je dan herinneren dat ik naar het struinen in mijn eigen kringloop en andere kringlopen et cetera een aantal platenspelers vergaard had, waarvan ik dacht van, kijk, dat is een leuk spul om mee te draaien. Want het spul waar ik mee draaide, waren twee goedkope plastic lenkootjes, die bij elke voetstap, zeg maar, de naald sprong over. En dat was gewoon geen doen in het nieuwe pand. Dus ik zocht iets meer robuustes. En toen was mijn keuze gevallen op een Technics. En ik had nog een Akai en ik meen een Sony. En één van die, of twee van die drie, zouden dan mijn set worden. Maar zoals jullie ook weten uit een ander filmpje van een paar weken terug, heb ik onlangs een hele mooie Technics SL1210 MK2 gekocht die vrij veel centjes kostte. Dus ik heb het een en ander weer moeten verkopen om daar weer even een deuk in te slaan. Want ja, ik kan mijn centen ook gebruiken. En toen heb ik een aantal daarvan weer van de hand moeten doen. Echter is er in de winkel deze week iets, een paar weken terug, hè, als dit filmpje op de beeldbuis komt, een plaatsspeler binnengekomen die ik dus nog had staan. En dat betrof de Sony. Dezelfde Sony als die ik al had, kwam weer binnen. En dat is natuurlijk, om mee te DJ'en, is dat helemaal ideaal, want dan kan je ze gewoon gelijk afstellen. Het is exact hetzelfde apparaat, dus veel praktischer. Dus voor mij kwam dat eigenlijk ontzettend goed uit, tot ik toevallig die Sony nog had staan en de nieuwe erbij is gekomen. Dus de rest gaat nou ook de deur uit. Ja, behalve natuurlijk het spul wat ik thuis heb staan. De Akai 307 en de Technics 1210. Die blijven uiteraard staan. Dat zijn mijn draaitafels voor thuis. Maar om mee te DJ'en gaat de hele bubs eruit. En hebben we dus nou deze twee Sony's. Ik heb nou een opstelling waar ik aardig tevreden mee ben. Waar ik dus de komende, als dat hele corona gebeuren weer over is, of er komen weer leuke festiviteiten en we mogen allemaal weer bij elkaar zijn en ik mag weer plaatjes draaien, dan wordt dit dus mijn nieuwe DJ-set. Want toevallig ook bij dezelfde platenspeler kwam ook nog een mixertje binnen. En mijn oude mixertje, die ik had, die was een beetje iffy. Niet al te best. Maar toch, ik kon hem wel gebruiken om van het ene kanaal naar het andere te gaan. Dat zal ik jullie straks zo laten zien. Maar degene die ik nou heb binnengekregen, die doet het dus perfect. En dit hele setje bij elkaar heeft dus een aantal voordelen die ik bij mijn vorige opstelling niet had. Wil ik jullie even mee doorheen nemen en dan natuurlijk even showen, hoe het in zijn werk gaat. Dus even een korte, DJ-cursus. Ik ben een plaatje draaier, ik ben geen DJ natuurlijk. Maar, hoe ik dus mijn plaatjes dan draai op zo'n dag. Ik neem jullie mee naar de apparatuur. En hier staan ze dan. Ik had eerst een hele zware Harman & Kardon versterker. Die heb ik vervangen voor deze Yamaha. Yamaha heeft ook een heel mooi geluid. Mooi, natuurlijk, sprankelend. En daar komt bij, deze is een stukje lichter. Is nog steeds een zwaar ding, maar niks vergeleken bij de Harman & Kardon. Dus om mee rond te zeulen een stuk makkelijker. Daarbovenop zien jullie een Alecto. Ik heb nog nooit gehoord van het merk, hoor, maar mixertje. En dit is de oude Sony die ik had staan. Ik heb de stofkappen even verwijderd. En dus onlangs kwam een exact dezelfde Sony binnen. Waardoor ik nou, als ik zo ver mogelijk uitzoomen, een mooi setje heb. Om te testen heb ik deze twee schattige Elac. Zoals je kan zien, ook dat is eentje die komt in een andere vlog nog aan de beurt. Twee Elac boxjes. En dat zijn hele kleine boxjes, maar vrij zwaar. En je kan zien hier, er zitten ook van die draaistukken aan in plaats van met clipjes. Dus kwalitatief zijn dit hele leuke dingetjes. En ik had al wel goede kleine boxjes, maar deze waren nog net even wat meer petit. En heb ik die eraan gejast, zo gezegd. Dit is gewoon heel makkelijk spul om mee te testen natuurlijk. Hè. Daar loop je niet met grote speakers te zeulen. Als je wil kijken van apparatuur wat je binnenkrijgt of dat werkt of niet, zijn dat ideale kleine speakertjes. Dit is dus even voor nu hier op de grond de opstelling. Normaal zal dit dus natuurlijk op een tafel staan en om mij heen dan de singeltjes of de LP's waarmee ik draai. Maar ik ga jullie eerst even meenemen naar achteren. Want ja, hoe sluit je zoiets nou eigenlijk aan? Voor degenen die dit wel vaker hebben gedaan, is natuurlijk gesneden koek.
Maar Jan met de pet op vraagt zich misschien af van, ja, hoe sluit je zoiets eigenlijk aan? Stel, hè, ik zou dit allemaal halen. Hoe maak ik dan een setje tot het ook daadwerkelijk werkt? Nou, zal ik jullie zo laten zien. Want zoals je ziet zit hier aan de achterkant het hele kabelcircus, zogezegd. We beginnen met deze hier, de mixer. In de mixer sluiten wij aan. Hier staat een aansluiting van amp, dus amplifier, versterker. Dus die moet in de versterker. Ik heb mijn mixertje heb ik hier in de CD-uitgang gedaan. Je zou denken van waarom doe je hem niet in de phono? Nou, de phono is analoog. En als ik hem daarop aansluit, gaf hij bij mij een brommend geluid. De speakers hadden dan een vrij harde brom. Ik heb hem aangesloten hier dus nou op de CD. Een digitale ingang. En daar heb ik dat gebrom niet. Dus ja, dat is natuurlijk wenselijk als je hem wat harder moet zetten om te draaien. Hier zien we twee tulpjes en deze is dus van de linker platenspeler en deze van de rechter. Nou ja, of voor de kijkers omgekeerd nu, maar als je ervoor staat dan snap je me wel. Dus hij heeft twee phono ingangen, phono 1, phono 2. En die gaan, dat is dus, die gaan naar de platenspelers hier. Hier zitten die kabels. De boxjes, dat is dit dunne draadje hier. Normaal gebruik ik wat dikker snoer, maar het is toch maar even voor te proberen. En die zitten hier. En hier kan je dus, ik zou nog twee meer speakers kunnen aansluiten, maar voor nu is twee wel even voldoende. En die zitten op de A-groep, dus links en rechts. En dat is het. Nadeel is natuurlijk wel met zoveel apparaten is, even kijken naar dat vieze ding hier, let niet op het stof, komt uit de schuur. Maar je hebt dus wel vier, nou ja, stroomsnoeren om de hele boel in zwang te houden. Maar goed, zo zit het van achter dus een beetje in elkaar. En zoals je misschien wel zal bemerken, bij de meeste draaitafels zit er ook nog aan de kabel van de tulp. Oh, dan moet ik eigenlijk die pakken. Aan de kabel van de tulp zit meestal ook nog een groundsnoertje. En dat groundsnoertje die moet je dan weer vastmaken aan de versterker of aan een metalen chassis, in ieder geval van het apparaat waar je hem op aangesloten hebt, zodat hij niet gaat brommen, dus dat hij tot hij niet dat geluid maakt. Deze twee Sony's daarentegen, die hebben geen adersnoer, dus dat zit op een of andere manier al in of de behuizing of in het snoerenpakket hier, zit het al verwerkt tot er geen brommen geven en je dus geen adersnoertje nodig hebt. Wat natuurlijk ideaal is als ik ermee wil gaan draaien, want dan hoef ik daar niet op te letten en kan ik het ook niet per ongeluk losrukken of zo. Kijk, thuis maakt het niet uit, want dan kom je, je sluit het aan en daarna kom je er niet meer aan. Maar als je onderweg bent of je zet een opstelling zo en je gaat ermee aan de slag, dan is het natuurlijk hartstikke makkelijk tot je, nou ja, een dingetje hebt waar je geen zorgen over hoeft te maken. Hè? Dat is al één zorg minder. Maar laten we nou goed de boel eens aanjassen en kijken hoe het werkt. Want ook met het opzetten van zoiets zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Ik zal in ieder geval de mixer zo en de versterker aanzetten. Ja, je kan het moeilijk zien, maar hij staat dus op CD zoals je kan zien. Dus de boel staat nou klaar. Om te kijken, nou ja, of die het doet. In dit geval haal ik dan de kop omhoog. Breng hem naar de plaat. Zo. En zoals je kan zien hier heb je al weer de pitch shift. En je ziet hier, hij loopt. En dat streepje hoort dus stil te staan. Dus we gaan even hier aan dit knopje hier, de pitch, draaien. Om dat zo stil mogelijk te krijgen. Hij loopt nog steeds. Kom op, jongen. Nou, jullie begrijpen het denk ik wel. Dus klein stukjes. En dan loopt hij weer de andere kant op. Nou, hij loopt zo aardig. Hij loopt nog steeds een klein beetje, maar niet heel erg meer. Hij loopt zo aardig op 45 toeren. Gaat ook om even om het voorbeeld. En we gaan kijken of er geluid uitkomt natuurlijk. Dat klinkt als geluid. Zeker nog als heel veel geluid. Even wat zachter. En nou zie je ook hier tot hij nou ja, signaal doorkrijgt en tot je het dus goed doet. Wil ik even niks horen? Dan draai ik dus die kant op. Dus als ik daar nou iets op had gespeeld, dan kreeg ik daar het geluid van. Maar ik doe hem dus naar 2, oftewel naar platenspeler nummer 2. En dan hoor je het geluid daar. Dus wat ik kan doen, is deze aanzetten. Ook even omhoog. Hoppatee. En omlaag.
Dus daar speelt nu ook een plaat. En als ik hem dan voorzichtig naar die kant schuif, dan hoor je kanaal nummer 1. Nummer 2 horen we niet. En schuif ik hem weer terug, gaat hij dus over in partij nummer 2. Oma, allebei even jongens. Hoppakee. Dus dat is een beetje de opzet en hoe we dat doen. Zoals ik zei, je moet dus letten op, nou ja, tot het toerental aardig gelijk loopt. Dus dat lijntje wat je nou nog een beetje ziet bewegen moet zo stil mogelijk staan. Maar er zijn nog een aantal andere zaken om rekening mee te houden. Dat is de hoogte van de arm. Bij sommigen kan je die verstellen, bij anderen niet. Bij deze niet, dus dat is al standaard. Waar we wel op moeten letten is het gewicht. Staat hij niet te licht, want dan loopt hij over de plaat heen. Staat hij niet te zwaar, want je wil je plaat ook niet uitgutsen. Dus daar moet je ook op letten. Dus zet hem, nou ja, tussen de 2 en de 3 is altijd wel veilig. Alles tot aan 3 gram is op zich prima. En de anti-skate. De anti-skate zit in dit geval hier. Dus tot de naald niet gaat lopen op een doodstuk vinyl. Dus tot hij zo recht mogelijk in de groef blijft. Nou, hoe kan je dat nou doen? Op een zo simpel mogelijke manier. Dat zal ik jullie nu laten zien. En om iets dergelijks te testen heb ik dit apparaatje op internet gehaald. Dit heeft me maar een paar euro gekost. Inclusief verzenden. Moest vanuit China komen. En het is een heel klein weegschaaltje. Dus wat ik dan kan doen is de weegschaal hier neerleggen. Ik zet hem aan. Ik zet hem aan. En dan zie je al 0 gram. Nou gaan we dus... Oh, daar staat dit een beetje in de weg. Houden we de arm erboven. En dan laten we hem heel voorzichtig zakken. Hier op het weegschaaltje. Het was iets minder voorzichtig dan gepland, maar goed. Geeft niet. En zoals je hier kan zien, 2,5. Dus er zit 2,5 gram gewicht op de naald. Nou, voor zeg maar onze DJ-praktijken, voor de singeltjes, is dat prima. Ik weet niet precies de specifieke wat aangeraden wordt voor dit element en deze kop en deze naald. Maar 2,5 is over het algemeen altijd wel goed. Dus we houden hem zo. Ik heb die op eenzelfde manier dus gewogen en die staat ook strak op 2,5. Dus dat is mooi. En hoe test je nou zeg maar tot de anti-skate, tot die goed werkt? Dat is de oude methode van de testplaat. Die zal ik jullie nog een keertje laten zien. Volgens mij heb ik hem alles laten zien, maar dit is degene die ik gebruik van Deka. Controleer zelf uw stereoapparatuur. Mocht je zoiets vinden, met name deze vind ik een hele prettige. Die, als je de hele plaat doorloopt, dan weet je dus van doet mijn linkerkanaal het goed, doet mijn rechterkanaal het goed. Pakt hij de hoge tonen, de lage, de middentonen. En zoals we hier dus ook zien, hier zit een stukje op de plaat waar geen groeven in zitten. En het is dus de bedoeling, als ik de kop, zeg maar de element, de naald, op dat gladde stuk vinyl laat vallen. Dan moet hij dus niet naar links of naar rechts gaan lopen, maar dan moet hij zo goed mogelijk in het midden blijven zitten. En daar blijft hij strak. Geen beweging in te krijgen. Dus de anti-skate staat in dit geval helemaal correct afgesteld. Dus staat hij te licht, dan loopt hij meestal naar binnen, want de plaat van de groef die drukken in feite de naald. Ja, die kant uit. Staat hij te zwaar, dan drukt hij te veel hem naar buiten toe. Staat hij precies goed, dan blijft hij dus in het midden, zoals hij zo net deed. En op deze manier kan je dus lekker DJ'en. Ik heb de setup, zoals ik hem nou heb staan, vind ik hem ideaal. Want ik kan heel makkelijk van de jaren 90. Jaren 90, wat zeg je? Dat is de jaren 80. Dance, disco, house, spray, spul. Na jaren 80 hip-hop. Zoals je hoort zit er wel een klein verschil in qua volumeverschil. Platen nummer 1 staat veel harder dan plaat nummer 2. Maar dat kunnen we dus veranderen door middel van... kan ik hem hier laten zien? De fonolijn. Dus ik kan hier de boel zachter of harder mee zetten. Ik weet niet of dat goed te zien was, maar dat kan je dus ook nog bijstellen door middel van het mixertje. Ik zal hem even wat zachter zetten. Dus ik ben in mijn opjes, ik kan weer lekker door. Zo, ik zal me even omdraaien.
Even zo, anders zien jullie de rommel in de keuken. Oh, anders zien jullie, de rommel in de keuken. Ik kan lekker weer door. Dus zijn we eindelijk van die verrekte corona af. En mogen we weer bezig op de oude vertrouwde voet. Dan komt er vast ook alweer een dag dat ik lekker mag draaien in de kringloop. En dat kan nou zonder problemen. Dus kleine update daarover. Nieuw apparaatje, twee nieuwe apparaatjes eigenlijk. Dus leuk om even te laten zien. En nog even een korte methode hoe je de boel goed kan... En ik krijg een appje, dus die ga ik zo meteen even bekijken. Het is ook alweer lang genoeg geworden, jongens. Hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Vind je het leuk wat we hier doen op social media? Nou ja, precies. Like en subscribe. Schroom natuurlijk ook niet om lekker te komen winkelen bij ons. Hè? Aan de Ambachtstraat nummer 3 te kampen of je spullen in te leveren aan de Oslo-kade nummer 1 tevens te kampen. Nogmaals, hartelijk dank. Tot de volgende keer. Cheerio.